van Rij, hartelijk welkom in het Philips Museum. We zitten te kijken naar een kampioenswedstrijd van PSV. Maar wat voor ander gevoel heeft u als u hier binnen bent? Nou, het is natuurlijk zo, ik heb 42,5 jaar bij Philips gewerkt. Dus je begrijpt wel dat mij dit een geweldig nostalgisch gevoel geeft. En naar de wedstrijd waar we hier op de televisie naar kijken, de wedstrijd, de kampioenswedstrijd van PSV in 1963, daar was ik bij aanwezig. Herinner ik mij dat ik die op de staantribune achter de goal gevolgd heb. Dus ja, dat zijn geweldige herinneringen die je hebt. En dan moet ik toch weer een beetje met weemoed aan terugdenken als ik hier al de producten zie. En als je nou naar Philips kijkt, waar toch veel van die producten niet meer gemaakt worden, dat Philips de prominente plaats die het in het stadsbeeld had toch voor een belangrijk deel verloren heeft. En wat voor mij nog belangrijker is, is dat het hoofdkantoor uit Eindhoven weg was, wat mij nog iedere dag pijn doet, moet ik heel eerlijk zijn. Even terugkijken naar de wedstrijd PSV Odessa. Ja, dat was een verschrikkelijk slechte wedstrijd met op Nieuw Toifoon in een negatieve rol. En het leek wel of de spelers de uitspraak van Tini Sanders gestand wilden doen. Die het beter vond om maar eens een poosje geen Europees voetbal meer te spelen. Wat natuurlijk geen beste uitspraak was. Die hij later wel zei dat dat op een misverstand berustte. Maar ik heb met vele mensen gesproken en die alle zeiden dat het maar voor één uitleg vatbaar was, die uitspraak. En ik hoop alleen dat we, laat ik zeggen, dat ons dat bespaard blijft, omdat de negatieve gevolgen daarvoor voor PSV, vooral ook op het gebied van hun marketing, hun zakelijke approach in de sponsoring en in de businessclub, funeste gevolgen zou kunnen hebben. Dus laten we dat maar gewoon vergeten. In ieder geval ons kwalificeren voor Europees voetbal volgend jaar. Al is het in alle eerlijkheid, zal het bijna niet anders meer mogelijk zijn dan via de play-offs. Gisteren eindelijk een belangrijk lichtpunt. En ik ben bijzonder blij, moet ik zeggen, voor Philip Cocu en zijn staf en voor de spelers die zich werkelijk de laatste tijd heel erg goed gedragen hebben, ook richting supporters. De gesten vorige week die we besproken hebben na de nederlaag tegen Vitesse. En laat ik het zo zeggen, het feit dat de spelers dit keer als gesten ook gaven om de tribunekaarten van de meegereisde supporters te betalen. Ik vond dat een sympathieke geste richting de supporters die op deze wijze toch altijd trouw gebleven zijn. Dat vind ik werkelijk fantastisch. Meneer Verhaaien, er zijn de afgelopen weken wat vragen binnengekomen van onze kijkers van 040 TV. Hoe u de ideale opstelling zou zien? Ja, op de eerste plaats heb ik steeds gezegd, ik denk dat ons middenveld niet sterk genoeg is om te spelen zoals Philip Cocu speelde. Dat betekent met twee aanvallende middenvelders. Dan komen wij gewoon nog in deze fase waarin de opbouw van PSV geschiet, komen wij gewoon tekort. En je ziet nu dus dat je met twee verdedigende middenvelders en één aanvallende, terwijl een Joesjong Park nog een versterking op het middenveld betekent door de wijze waarop hij opereert, dan zie je dat daardoor het hart van PSV veel sterker wordt. En ik denk bovendien dat de afwezigheid van Toifoon ook een gunstig effect heeft op het spel van de overige. Meneer Verhaaij, bij Roda JC is de trainer ontslagen. Wat gaat er met de Ernst Faber gebeuren? Nou ja, Van Moeluizen, ik zal mij niet verwonderen als Ernst Faber daar naartoe gaat. Hij was al kandidaat op het moment dat Roda kwam. En ik denk dat Ernst, die heeft destijds de vrijheid geproefd als hoofdtrainer zijnde en de luxe bij FC Eindhoven. Dat heeft hij trouwens fantastisch gedaan. En ik denk zeker dat Ernst Faber nu echt wel weer de eerste man wil zijn ik denk dat hij naar Roda gaat. Meneer Verhaaij, heeft u een suggestie wie wij
als assistent-coach neer zouden kunnen zetten. Ik moet zeggen, ik weet zo ook niet op dit moment wie daarvoor allemaal beschikbaar zijn. Want dat is natuurlijk, de eerste plaats de vraag. Maar ja, als je op de eerste plaats kijkt wie er bij PSV zelf rondloopt, dan zou de hoofdjeugdopleidingen, die Pek Zwolle vorig jaar heeft gedaan, zou eventueel denk ik een goede zijn. Maar ook Kalicic, die jong PSV onder zijn hoede heeft, is natuurlijk ook een man met de diploma's en die ook toch behoorlijk wat ervaringen heeft, onder andere ook in de Eredivisie, weet ik, trainer van de Graafschap geweest. En ik geloof ook dat hij in België geopereerd heeft, hij heeft bij MVV gezeten. Dus is zeker een man met de dingen. En ik vind dat hij het bij jong PSV bijzonder goed heeft gedaan. Meneer Vraai, dan gaan we even vooruitkijken naar toch een belangrijke wedstrijd PSV-ADO Den Haag. Als je dan weer de media leest, dan staat er in FC Utrecht was toch een gewillig slachtoffer voor PSV. Hoe kijkt u vooruit nu? Het is verschrikkelijk moeilijk. Kijk, we moeten natuurlijk heel eerlijk zijn. Eén zwaluw maakt geen zomer en dat geldt zeker ook voor PSV. Ik kijk heel vertrouwend uit naar komende zondag. Ze hebben natuurlijk zonder meer vertrouwen gekregen. En ADO Den Haag is natuurlijk niet een club die overloopt van kwaliteiten. Dus wat dat betreft moet dat eigenlijk relatief gemakkelijk kunnen. Ik denk bovendien dat we, als ik het goed begrepen heb, zijn we ongeschonden uit de wedstrijd gekomen. Dus we zouden in dezelfde formatie kunnen starten. Het vertrouwen bij de spelers is er. En bovendien, aanstaande zondag is het ook 25 jaar bestaan van de businessclub van PSV, waar iets extra's aan gedaan wordt. Dus ik zou het geweldig leuk vinden als we ook de businessclubleden nu bij deze bijzondere gelegenheid op een goede overwinning kunnen trakteren, zodat iedereen toch nog een beetje bevredigend de winterstop ingaat. Meneer Vraai, we gaan de nostalgie hier in het Philips Museum verlaten. We gaan terug naar de harde realiteit in Eindhoven. Ik wil nog even, voordat we echt afscheid gaan nemen, toch even uw voorspelling van de wedstrijd PSV-ADO Den Haag. Want u zat toch goed, en het is lang geleden dat u het goed had met Utrecht-PSV. Ja, ik denk dat ik mijn reeks nu nog voor dit jaar moet voortzetten. En ik heb een goed gevoel erbij. En ik denk dat wij aanstaande zondag eens een keer een wedstrijd spelen zonder tegengoals. Dat is al heel lang niet meer gebeurd. En dat we met 3-0 zullen winnen.